Beste mensen, partijgenoten. 1 mei is altijd zo'n dag waarop je terugkijkt in de geschiedenis. En beter dan Ton kan ik dat niet doen. Dus ik kijk vooral met u vooruit. Daarover zometeen wat meer. Maar eerst nog even over vandaag. Vandaag zijn door Jetta Kleinsma en haar kwartiermakers, zoals ze ze liefdevol heeft genoemd, de contouren van een geheel nieuwe vakbond gepresenteerd. En het is goed en belangrijk dat de vakbond vandaag die herstart maakt. Die vernieuwing is ook hard nodig, omdat de vakbond, zeker in deze nieuwe economische roerige tijd, voor totaal nieuwe uitdagingen staat. Snel oprukkende flexibiliteit op de arbeidsmarkt, die stelt andere eisen aan de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden dan we vroeger deden. De discussie over pensioenen leek beslecht, maar laait sinds deze week weer op. En de oprukkende internationalisering van het bedrijfsleven vereist een internationaal antwoord. En dat vraagt om een vakbeweging die anders is georganiseerd. Meer de werknemers betrekt bij haar werk en zowel op de werkvloer zelf als aan de onderhandelingstafel zo sterk mogelijk vertegenwoordigd is. En die contouren van Jetta en haar club, die bieden daarvoor een prima basis. Wij wensen de vakbond heel veel succes bij haar nieuwe start in de komende maand. Beste mensen, ik ontkom er natuurlijk niet aan. Ik ga toch even met u terug en dan wel naar het begin van de vorige eeuw. De wereld was toen in beweging, hard in beweging. Met de komst van de auto, de telefoon, de radio, eerder de opkomst van staal en stoom. En een steeds kleiner wordende wereld, toen leek het vooruitgangsdenken ongelimiteerd. Die trein van de vooruitgang denderde voort en wie erop kon springen, die zat gebakken. Maar de spiegel van diezelfde vooruitgang werd toen ook al steeds duidelijker. Kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, verkrotting, verpaupering, het ontbreken van fatsoenlijk onderwijs voor de minder bedeelden, die sprongen des te meer in het oog toen het een bepaald deel van de bevolking opeens vele malen beter ging. En het is dan ook geen wonder dat toen arbeiders in actie kwamen. Het is evenmin een wonder dat de basis van veel van onze elementaire voorzieningen die we nu nog kennen, de woningwet, de kinderwet van Van Houten, de ziektewet, de onderwijswet, de 8-urige werkdag, dat die basis toen werd gelegd. Want na het woeste kapitalisme realiseerde men zich opeens dat een samenleving helemaal niet kan functioneren zonder een collectieve basis, zonder goed onderwijs, zonder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, zonder een goede woning. Die voorzieningen vormen immers de sporten van de maatschappelijke ladder waarlangs mensen omhoog kunnen klimmen. Die voorzieningen vormen dus de verheffende en verbindende kracht van een samenleving. Die ladder die slaat ook een brug tussen groepen in een steeds diverser wordende samenleving. En we zijn inmiddels meer dan een eeuw verder. En weer vraagt de basis onze volle aandacht. Want juist in deze tijd, waarin de economie door een achtbaan gaat, waarin arbeid met de dag internationaler en flexibeler wordt, en waarin flitskapitaal met de snelheid van het licht de wereld bestrijkt, is de noodzaak voor die sterke basis groter dan ooit. Vraag Nederlanders waar hun onbehagen vandaan komt, waar hun verweesde gevoel op gebaseerd is. En het antwoord verwijst altijd naar die basis. Naar de veiligheid op hun straat, naar de school van hun kinderen, die inmiddels is opgegaan in een conglomeraat van 60 scholen, en waarvan de leerkracht zegt, ja, ik heb de directie nog nooit gesproken, want die zit op de Zuidas. En naar de onzekerheid van hun baan, een mooi bedrijf, maar nu overgenomen door een Amerikaans hedge fund en de binding is weg. Te veel mensen hebben het gevoel de grip op hun leven kwijt te raken. Dat vreet aan die mensen. Dat vreet aan een samenleving. En de politiek van vandaag de dag, en dat geldt met name voor de Partij van de Arbeid, heeft als opdracht om dat onbehagen te lijf te gaan en dus de basis weer te versterken. De eerste sporten van de maatschappelijke ladder weer op orde te brengen. En die opdracht is voor ons des te belangrijker. In een tijd waarin het hele politieke debat eigenlijk alleen nog maar lijkt te draaien om geld. Om de staatskas. Ja, het is noodzakelijk om de staatskas op orde te brengen. En daar hebben wij ook onze plannen voor gepresenteerd. Plannen waarin het overheidstekort structureel weer op orde wordt gebracht. Plannen die voldoen aan begrotingsafspraken in Brussel. Niet alleen het deel voor de komma, 3%,
maar de hele afspraak. Namelijk dat het in omstandigheden als een recessie waarin we nu zitten verstandig is om een jaar langer te nemen voor dat herstel. En gelukkig lijkt Brussel zich gaandeweg ook te realiseren dat zo'n route verstandiger is dan obsessieve financiële boekhouderij. Maar belangrijker dan de financiële route uit de crisis, ik zei het al, is de maatschappelijke route. Welke keuzes liggen er nou onder dat financiële herstel? Die gaan namelijk niet over geld. Die gaan over andere zaken. Over het behoud van werk. Over zorg dicht bij huis. Over het best denkbare onderwijs voor onze kinderen. Over een duurzame economie. Die gaan over de basis. Die keuzes, die maakten we en die presenteerden wij 3 weken geleden in Den Haag. In het document genaamd Keuzes voor de Toekomst. En de afgelopen weken licht ik er op diverse bijeenkomsten altijd 1 thema uit. En dat doe ik vandaag ook. En wat kan ik anders doen op de dag van de arbeid dan het thema werk, fatsoenlijk werk, eruit ligt. Daar waar het ooit, die 4e mei in Chicago, waar de dag van de arbeid haar oorsprong vond, allemaal om draaide. En de parallel tussen vandaag en 125 jaar geleden dringt zich echt op. Want weer dreigt een versnelde tweedeling. Ook, of ik kan beter zeggen, juist op de arbeidsmarkt. Want daar drijft een groeiend leger van flexwerkers in steeds onzekerdere constructies, zoals nulurencontracten, payrollovereenkomsten, gedwongen ZZP-schap. Dat hele legioen drijft weg van de kern van vaste werknemers in bedrijven. In honderdduizenden gezinnen schuift er 's avonds iemand aan tafel aan, niet wetende of hij de week daarop überhaupt nog werk heeft. En dat vreet aan die gezinnen. Dat vreet aan de samenleving. En waarom leggen we ons eigenlijk neer bij die ver-Amerikanisering van de arbeidsmarkt? Terwijl ervaring en onderzoek juist uitwijzen dat een samenleving met duurzame relaties tussen werkgever en werknemer beter af is. Als samenleving, als economie, als geheel. Ik leg me dus niet neer bij die Amerikanisering. Ook de zorgwerkers, mensen in de thuiszorg of werkzaam in verzorgingstehuizen, die ik afgelopen week op het plein in Den Haag mocht toespreken, ook die leggen zich er niet bij neer. Zij strijden momenteel voor een fatsoenlijke cao. Niet alleen voor het loon, maar veel belangrijker, voor minder werkdruk, voor minder onzekerheid, voor minder van die nulurencontractjes, voor meer respect op het werk. Waardering voor voor het onmisbare werk wat zij doen. Of neem de schoonmakers. Die sloten na een record langdurige staking, na weken van actievoeren, eindelijk 2 weken geleden een betere cao af. En ook daar ging het niet alleen over loon. Het ging over betere opleiding. Over meer zekerheid voor uitzendkrachten. Over meer respect voor hun werk. Het kan dus wel, dames en heren, in Nederland, nu, die fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Maar het is mij een doorn in het oog dat er weken van acties aan vooraf moeten gaan, voordat hele elementaire arbeidsvoorwaarden in een cao geregeld moeten worden. In Nederland hebben mensen recht op fatsoenlijk werk. Het moet dus niet alleen van acties komen. Het moet ook uit de politiek komen. Wij willen een einde maken aan die oprukkende hyperflexibiliteit. We willen de positie van arbeidskrachten verstevigen. We willen minimumtarieven voor ZZP'ers in bepaalde sectoren. We willen meer WW-recht bij kortdurende contracten. En we willen een einde aan de praktijk dat je jarenlang voor dezelfde baas kan werken op een uitzendcontract. Flexibele arbeid moet weer worden waar het ooit voor was bedoeld. Een opstapje voor de werknemer naar vast werk. En voor de werkgever de mogelijkheid om mee te ademen met de economie. Het moet geen goedkoop alternatief zijn voor vaste arbeidscontracten. Geen gedwongen onzekerheid voor mensen die onvrijwillig van tijdelijk naar tijdelijk contract moeten gaan. Ja. Maar dames en heren, maar als we de grote kloof tussen vast en flexibel werk echt willen overbruggen, dan moeten we ook aan de vaste kant iets durven doen. En dus willen we ook daar het stelsel veranderen, mobieler maken. Alles op alles zetten om mensen zo snel mogelijk van een baan naar een baan te helpen. En daarom hervormen wij de WW. Door werkgevers verantwoordelijk te maken voor de eerste 6 maanden WW-betaling. Dan hebben ze namelijk een extra prikkel om zo snel mogelijk voor een net ontslagen werknemer een nieuwe baan te zoeken. En we zetten de ontslagvergoeding in
voor baan naar baan begeleiding. Niet meer op de bank, maar zo snel mogelijk ermee aan het werk. Onze keuzes zetten traditionele waarden zoals fatsoenlijk en zeker werk in een nieuwe tijd. We repareren zo die basis en herstellen de weggeslagen verbinding tussen zekerheid en verandering op de arbeidsmarkt. En met deze keuzes staan wij dus ferm in de traditie van de sociaaldemocratie. Een traditie van strijd voor rechtvaardigheid, voor goed werk, voor eerlijke arbeidsvoorwaarden. Een strijd gevoerd vanuit idealen en met een scherp oog op de veranderende realiteit. Partijgenoten, die strijd voerde de fractie ook de afgelopen week bij het opzetten van een nieuwe begroting tussen de partijen in de Kamer. Maar dat bleek al snel vruchteloos. 5 partijen met samen 77 zetels besloten rechtsaf te slaan met een akkoord wat obsessief gericht blijft op zoveel mogelijk bezuinigen in zo kort mogelijke tijd. Een akkoord dat uitgaat van meer markt en meer flexibiliteit. De heilige 3% moest gehaald. En ja, er staan ook goede dingen in dat Koenders-akkoord. Bezuinigingen op het passend onderwijs, de griffierechten, de pgb's en op natuur worden teruggedraaid. En terecht. Complimenten daarvoor. De Partij van de Arbeid zal dit binnen en buiten de Kamer van harte steunen. Maar dat kan niet verbloemen dat het akkoord uiteindelijk kiest voor een eenzijdige benadering. Die van het gedoogakkoord waar wij zoveel op tegen waren. Omdat dat gedoogakkoord de bruggen wegsloeg uit de samenleving. De brug tussen hoog en laag opgeleiden, tussen goedverdieners en gewone inkomens. En de brug tussen allochtonen en autochtonen. En die laatste brug, ja, die kan met het verdwijnen van Wilders nu worden hersteld. En wij delen de opluchting van velen daarover. En zullen van harte met iedereen meewerken aan het herstel van dat gat wat zulke diepe wonden sloeg in de samenleving. Maar die andere verbindingen, die andere bruggen, die zijn in een samenleving minstens zo belangrijk. Tussen de academicus en de VMBO'er. Tussen de consultant die een ton verdient en de cashier op minimumloon. Alle maken deel uit van deze samenleving. Eén samenleving. Ze hebben alleen allemaal andere verwachtingen voor de toekomst. En juist in onzekere tijden als deze moet de politiek een brug slaan tussen hen allen. Een brug tussen het verlangen naar zekerheid en de noodzaak tot verandering. Wie doorslaat naar één van beide kanten, ja, die bedient bepaalde groepen in de samenleving erg goed, maar bewijst de samenleving als geheel geen dienst. En het vorige week gesloten akkoord slaat wel politieke bruggen. Een hele prestatie in Den Haag. Maar het slaat geen maatschappelijke bruggen. En daar ging het ons uiteindelijk toch echt om. Een akkoord dat mensen in de frontlinie van onze publieke voorzieningen, de leraar, de brandweerman, de vuilnisman, de politieagent, er opnieuw 2 jaar lang geen cent bij geeft, terwijl we juist deze mensen beter zouden moeten betalen. Zo'n akkoord slaat geen brug. En een akkoord wat de dagelijkse boodschappen voor iedereen duurder maakt, waarvan de hoogste inkomens en vermogens nauwelijks een extra bijdrage vraagt, zo'n akkoord slaat geen brug. En een akkoord dat onder de valse noemer van hervormen het zorgvuldig gesloten pensioenakkoord opblaast, waardoor veel oudere werknemers de onzekerheid zien toenemen en de kansen op een nieuwe baan op een latere leeftijd drastisch worden verkleind, zo'n akkoord slaat geen brug. Na het Koendersakkoord is een politieman met een gezin in een huurwoning meer dan 100 euro per maand slechter af. Terwijl de manager met een salaris van 1,5 ton er vrijwel ongeschonden van afkomt. En na het Koendersakkoord blijft de zorg voor mensen met een laag IQ gewoon uit. En na het Koendersakkoord blijft de marktwerking in de zorg onverminderd oprukken. Zo'n akkoord, dames en heren, kunnen wij simpelweg niet steunen, omdat het de bruggen wegslaat en de basis van deze samenleving verslechtert. Maar onze strijd eindigt hier niet. Onze strijd gaat door. De komende maanden in de Kamer, want het akkoord is nog niet af.
Het is nog niet uitgewerkt. Het is nog niet doorgerekend. Overal waar wij dus bruggen kunnen herstellen, zullen we dat doen. En we rekenen daarbij op de partijen die in die nieuw gevormde coalitie het dichtst bij ons staan. GroenLinks. En ik heb ook het CDA, hoeders van onze overlegeconomie, nog lang niet vaarwel gezegd. Er komen nog genoeg kansen. Maar de belangrijkste kans komt op 12 september. Dan krijgt Nederland de echte kans op een nieuwe start. Na 2 jaar rechtsafgeslagen te zijn met Rutte, eerst gedoogd door Wilders en daarna door Koenders, kan Nederland na 12 september een andere richting inslaan. Van een land waarin het steeds meer ieder voor zich is, naar een land waarin we elkaar samen sterker maken. Van een land waarin hyperflexibele arbeid oprukt, naar een land waarin een goede baan met goed loon en bijbehorende zekerheid weer de norm wordt. Van een land van groeiende onzekerheden en onbehagen, naar een land van optimisme en vertrouwen. Niet alleen voor de grachtengordel, maar voor iedereen. Dat is het land waarvoor wij strijden. In de Kamer, buiten de Kamer. Voor verkiezingen, na verkiezingen. Als de wind in de rug blaast en ook als het tegen zit. Door samen te werken met anderen als dat mogelijk is. Door een streep in het zand te trekken als dat moet. Met onze ideeën en idealen in de hand wil ik samen met u, zaal voor zaal, café voor café, deur voor deur, gesprek voor gesprek, Nederland overtuigen dat ze samen met ons dit land een prachtige nieuwe start kunnen bezorgen. Ik dank u wel.